Deze film gaat over exacte differentiaalvergelijking en een methode om exacte differentiaalvergelijking op te lossen. En ik doe dat weer aan de hand van het uitwerken van een opgave uit het boek. In dit geval is dat deze opgave. De notatie die het boek hier gebruikt, dat is niet de notatie die we uit andere wiskundecursussen gewend zijn. Wij zouden dit eerder bijvoorbeeld opschrijven als 2xy plus 3. En dan delen we bijvoorbeeld door di, want dan krijgen we gewoon iets wat wiskundig betekenis heeft. Hè? Dx di plus x kwadraat min 1. Maar dat doet het boek niet en ik denk dat het goed is om hier ook gewoon maar aan te wennen. Dit is een methode die bijvoorbeeld natuurkundigen heel veel gebruiken. Dus ik zal niet nu naar deze vorm kijken. We pakken gewoon die vorm erbij met in ons achterhoofd dat eigenlijk misschien dit soort dingen bedoeld worden. Met één addertje onder het gras, maar dat zien we aan het einde wel. Dus ik wist dit weer snel uit. Goed. Hoe werkt nou die methode die je kunt gebruiken om exacte differentiaalvergelijkingen op te lossen? En wat is eigenlijk überhaupt een exacte differentiaalvergelijking? Nou, het idee is hier dat je op zoek gaat naar een functie van twee variabelen. In dit geval de variabelen x en y, zodat hier dat ding wat voor de dx staat gelijk is, hè, als ik die functie van twee variabelen heb, aan de afgeleide van die functie. Maar ja, een functie van twee variabelen, ja, je kunt kiezen naar welke van die twee je hem differentieert. Dus in dit geval bedoelen we de partiële afgeleide naar x. En zodat als je de partiële afgeleide neemt van die functie f naar y, dat je juist dit ding krijgt. Ja, dus we zijn op zoek naar een functie f van twee variabelen, zodat we deze differentiaalvergelijking in deze vorm kunnen schrijven. En dat kan natuurlijk niet altijd, want als we een functie f hebben gevonden, zodat de partiële afgeleide naar x gelijk is aan 2xy plus 3, ja, dan hoeft het natuurlijk helemaal niet zo te zijn dat als ik dan van diezelfde functie de afgeleide neem naar y, dat er dan toevallig x verlaat min 1 uitkomt. Dus dat is bijzonder als dat gebeurt. En je kunt je afvragen, hoe weet ik nou wanneer ik op zoek kan gaan naar zo'n functie f? Hè? Wanneer kan ik een functie f vinden, zodat inderdaad partiële afgeleide naar x dit ding is, partiële afgeleide naar y dat ding is? Nou, daar is een stelling die je vertelt wanneer je daarna op zoek kunt gaan. En het idee bij die stelling is als volgt. Kijk, wat gebeurt er nu als ik van f de afgeleide eerst maar eens neem naar x en vervolgens de partiële afgeleide neem naar y? He, dus ik neem eerst de partiële afgeleide naar x en vervolgens neem ik ook nog eens de partiële afgeleide naar y. Dan is er een stelling uit de analyse die zegt dat de volgorde waarin je partiële afgeleide neemt, die maakt niet uit dat het hetzelfde zou zijn als de partiële afgeleide eerst maar eens nemen naar y. En vervolgens daarvan de partiële afgeleide nemen naar x. En als zo'n f bestaat, die voldoet aan die voorwaarden die ik net noemde, dan moet dus in het bijzonder ook gelden wat hier staat, dat als ik eerst naar x en dan naar y differentieer, dat er hetzelfde gebeurt als dat ik eerst naar y en dan naar x differentieer. Maar van dit ding weet ik al wat eruit moet komen, hè? Want ik wil dat de partiële afgeleide naar x gelijk is aan 2xy plus 3. Dus hier staat eigenlijk de partiële afgeleide naar y van 2xy plus 3. Die moet gelijk zijn aan de partiële afgeleide naar x van, ja, dit ding was gelijk aan x kwadraat min 1. Oh, min 1. En dat kun je natuurlijk controleren. Laten we eens kijken. 2xy plus 3, wat is de afgeleide naar y? Dat is 2x. X kwadraat min 1, wat is de partiële afgeleide naar x? Ja, dat is natuurlijk gewoon 2x. En inderdaad, de linker en de rechterkant zijn gelijk aan elkaar. Dat had natuurlijk helemaal niet zo hoeven zijn. Als ik niet met x kwadraat min 1 was begonnen, maar met x tot de derde min 1, dan had hier niet 2x gestaan, dan was het niet aan elkaar gelijk. In dit geval wel. En als dat zo is, dan noem je zo'n differentiaalvergelijking exact. Dus wat is een exacte differentiaalvergelijking? Dat is een differentiaalvergelijking van deze vorm, waarvoor geldt dat als ik de afgeleide neem naar y van deze term, dat die gelijk is aan de afgeleide naar x van die term. Nu is dit een noodzakelijke voorwaarde die we hebben afgeleid. Hè? Als er zo'n f bestaat, dan moet wel
deze gelijkheid. Dan moeten we wel op deze gelijkheid uitkomen. Dat is natuurlijk nog geen garantie dat als zo'n differentiaal vergelijking exact is, dus als je deze vergelijking hebt, dat dan zo'n f ook noodzakelijkerwijs bestaat. En dat is dus een stelling, die gaan we hier niet bewijzen, maar die staat wel in het boek, een stelling die in de 18e eeuw door Euler al is bewezen. Dus als je zo'n vergelijking ziet, controleer of die exact is. En als die exact is, dan weet je zeker dat er zo'n functie f van twee variabelen bestaat, zodat je die vergelijking in deze vorm kunt schrijven. Oké. Nou, laten we maar eens proberen of we zo'n functie f kunnen vinden. En wat ik daarvoor zal doen, is wat onder deze streep staat weer even uitwissen. Want dat was alleen maar een controle om te kijken of die functie inderdaad exact is. Dat weten we nu. Dus we gaan nu op zoek naar die hoofdletter f. En omdat die exact is, weten we dat die hoofdletter f moet bestaan, hè, die functie f. Maar dan wis ik even dit uit om ruimte te maken. Goed, dus we gaan op zoek naar die functie f. En laten we eerst eens naar de linkerkant kijken. We zoeken dus een functie f waarvan de partiële afgeleide naar x gelijk is aan die term die hier staat, 2xi plus 3. Ja, nu is het niet zo'n ingewikkeld probleem meer als je kunt primitiveren, want welke functie ken je waarvan de partiële afgeleide naar x gelijk is aan dat ding? Ja, dan moeten we de primitieve naar x dus nemen. En primitiveren is het omgekeerde van differentiëren. Dus als we hier zetten x kwadraat i plus 3x, ja, dan hebben we de functie te pakken. Hè? Want als ik dit differentiëer, dan krijg ik 2xi. En als ik dit differentiëer naar x, dan krijg ik 3 eruit. Maar je moet bij primitiveren ook altijd er een constante bij optellen. En daar zit in dit geval een klein addertje onder het gras. Want waar je normaal gesproken, als er maar één variabele in het geding is, hier die constante gewoon neerzet als, en dat is gewoon een reëel getal, kan in dit geval die term die je erbij optelt, een willekeurige functie van i zijn. H van i. Waarom? Ja, als hier alleen maar een formule staat waar i in voorkomt en geen x, als ik dan de partiële afgeleide neem naar x, dan valt heel dit stuk weg. Dus dit is in het algemeen het voorschrift voor een functie f, waarvan de partiële afgeleide naar x gelijk is aan 2xi plus 3. En nu gaan we die andere vergelijking erbij pakken. Delta f, delta i. Nou, het leuke daarvan is, die kunnen we nu al gaan uitrekenen. Want we hebben hier een functievoorschrift staan. En als we de partiële afgeleide van i nemen, wat krijgen we dan? De partiële afgeleide van i van deze term, x² plus i, is x². De partiële afgeleide naar i van 3x, ja, er staat geen i in, dus dat is gewoon 0. En de partiële afgeleide van die laatste term is natuurlijk gewoon de afgeleide van h. En die moet gelijk zijn aan x kwadraat min 1, hè? Want we wilden graag dat deze partiële afgeleide gelijk was aan die term daar. Nou, nu zie je het gebeuren. Want we moeten nu dus oplossen, x kwadraat plus iets is x kwadraat min 1. Ja, dan moet dat iets, die h-accent i, gelijk zijn aan min 1. En dat betekent dat h-accent zelf gelijk is aan, dat h zelf gelijk is aan min i. Min i plus natuurlijk weer een constante. En nu is die constante wel gewoon een reëel getal. En dat betekent dat we nu de algemene oplossingsvergelijking, of de algemene functie f kunnen opschrijven. Want die algemene functie f, die dus hieraan voldoet, is dan fxi is, wat hadden we? X kwadraat i plus 3x plus h, en h is nu gelijk aan min i plus een constante. Dus deze functie f, die voldoet aan wat hier staat. Hè? Dat als ik de partiële afgeleide neem naar x, dan krijg ik dat. En als ik de partiële afgeleide neem naar i, dan krijg ik dat. En nu komt hetgene wat nu maakt dat je deze differentiaal vergelijking nu makkelijk kunt oplossen. Kijk, in plaats van een afgeleide nemen naar x en naar i, kan ik die i nu beschouwen als een functie van x. Hè? Ik kan zeggen, ja, maar wacht eens even. Die i, dat was eigenlijk een functie van x. Dus ik kan hier eigenlijk van maken f
x, y van x. En zodra ik dat doe, dan kan ik, dan heb ik niks meer met partiële afgeleides te maken. Dan kan ik gewoon de afgeleide nemen van dat ding naar x. En dus dx. Want nu is x mijn enige variabele die ik nog over heb. En als ik dat doe, dan krijg ik met de kettingregel te maken. En als ik hier dan mooi de afgeleide van neem, dan zul je zien dat je precies deze vorm krijgt die hier staat. En dat betekent dat in feite er niks anders gebeurt dan, wat is nu mijn differentiaalvergelijking? Ja, mijn differentiaalvergelijking is eigenlijk dat dit ding, wat hier staat, gelijk moet zijn aan 0. Met andere woorden, f x, y moet gelijk zijn aan een constante. En je ziet dat ik hier al een constante heb, hier een constante krijg. Dus in het algemeen geldt dat ik die constante hier niet eens had hoeven opschrijven. Daar ben ik niet in geïnteresseerd. Het gaat me alleen maar, die kan ik verdisconteren in die constante die daar staat. Maar dat geeft mij wel de oplossing van de differentiaalvergelijking. Want de oplossing voor de differentiaalvergelijking is nu dus x kwadraat y plus 3x min y is d. En dit is een impliciete oplossing van de differentiaalvergelijking. Er staat hier nog niet een functievoorschrift. En dat kun je in dit geval natuurlijk makkelijk doen, want je kunt die y, die kun je isoleren. Hè? En wat krijg je dan als oplossing? Ja, ik trek links en rechts de 3x af. Dan krijg ik hier d min 3x. Hou ik hier over x zodat y min y. Dan kan ik een y buiten haakjes halen. En ik krijg dan y keer x zodat min 1. Deel ik links en rechts. Dan krijg ik deze vorm eruit. Dus dit is het functievoorschrift van een functie die een oplossing is voor deze differentiaalvergelijking. En nu zit er een klein addertje onder het gras, want ik heb nu net gedaan als y de functie is van x. Misschien was de bedoeling hier juist wel dat x een functie was van y. Weet je niet? Ja, in dat geval moet je dat natuurlijk anders manipuleren, maar kom je er ook wel achter. Maar dan staat er een kwadratische vergelijking in x en ook die kun je oplossen. Maar dan zou je hier iets met de ABC-formule bijvoorbeeld moeten gaan doen. Maakt niet uit. We hebben oplossing gevonden voor deze differentiaalvergelijking. En als het boek wat zorgvuldiger was geweest, dan had het boek gezegd dat in dit geval y een functie is van x. En dan had je gewoon dit als oplossing kunnen geven. Tot zover.